Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno van Wij en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met Pieter Zwart, de hoofdredacteur van Voetbal International. Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien de laatste ZSM op maandag dit jaar, of niet? Nou, in ieder geval de laatste ZSM samen op maandag dit jaar. Nee, wat is het trouwens wel goed dat je dit zegt, want op eerste en tweede kerstdag hebben we wel een ZSM, maar dan maken we een special. Wat? Gaan we nog niet verklappen. Maar dan komt er een special, dus eigenlijk een thema wat we dan uit gaan lichten. Ja, maar ik denk dat het thuisfront heel blij is dat ik niet maandagmorgen 25 december hier om 7 uur 's morgens zit. Dat is waar, dat is waar. Maar we doen het met liefde. We doen het met heel veel liefde, precies. Zeker. Net zo goed als het voetbal volgen in een heel weekend. Dat doen we ook met heel veel liefde. We hebben binnenlands voetbal bekeken, buitenlands voetbal. Laten we beginnen in Nederland. Ja, laten we sowieso beginnen met de koploper. In jouw pro-analyse. PSV creëert zijn eigen geluk. Kun je dat eens toelichten? Nou ja, vooral door A, gedurfde keuzes te maken. Dat is denk ik een onderdeel ervan, van je eigen geluk creëren. Dus in deze wedstrijd ook weer kiest Peter Bos voor voetbal. Op eigenlijk iedere positie. Dus Tillman bijvoorbeeld, die hebben we gezien tegen Arsenal. Kreeg een reserves de kans. Die was waanzinnig goed als nummer 10. Ja. Nou, er wordt een plekje voor gecreëerd. Op links. Bizar om te bedenken. PSV wint met 4-0 hier bij AZ. Wie zijn er niet bij? Lozano en Lang. Dat zijn de twee duurste clubaankopen in de geschiedenis van PSV. Die zijn er niet bij. En ja, alsnog, ja, geen enkel probleem. Tillman past daarin. We hebben eerder ook Vertessen gezien. Die ook in de Champions League belangrijk was. Dus hebben ze alsnog heel veel opties daar. En achterin wordt een plekje gecreëerd voor Schouten. Zodat Saibari op het middenveld kan spelen. Vooral het laatste, want Saibari was ook weer goed. Hè? Ja, dat was waanzinnig. Echt, wat een speler is dat. Maar Schouten centraal achterin. Je dacht van het zijn tijdelijke oplossingen. En in sommige wedstrijden. Maar als hij zo doorgaat, in hoeverre gaat dat een structureel invulling zijn van de verdediging? Nou, het is vooral, als je het hebt over het middenveld. Ja, je hebt daar zoveel opties. Want Tillman, kun je eigenlijk niet omheen. Guus Til, kijk, die valt dan eigenlijk niet op in deze wedstrijd. Maar ook als je weer naar zijn rol kijkt. Ruimte strekken. Ja. Ook bijvoorbeeld bij het vierde doelpunt zie je het weer gebeuren. Dan hij dende daar over Jordi Klaas heen. En dat is ook, het tweede gedeelte van hoe PSV zijn eigen geluk creëert. Als je PSV vergelijkt met AZ, zie je gewoon dat ze op een intensiteit voetballen die er uiteindelijk voor zorgt dat AZ daar niet in mee kan. Jordi Klaasie, als hij tactisch kan spelen in iets kleinere ruimtes, gewoon een beetje screenen voor die verdediging, dan is hij een van de beste controlerende middenvelders van Nederland. Maar breng je Jordi Klaasie in een situatie waar Til hem in brengt, door er continu overheen te denderen, op zo'n intensiteit met hem te spelen, dan en hem in grotere ruimtes te brengen, dan kan op een gegeven moment Klaasie niet mee met Til. En dat is wat PSV doet. Dat is ook doet. Het hele elftal, hè? Saibari, hoe die over die Dantas heen dendert. Ja, die wordt ook gewoon helemaal aan gort gelopen. En eigenlijk gebeurt natuurlijk controlerend op het middenveld, zeg maar, met die Mihailovic die snel werd gewisseld, waar dan op een gegeven moment de Wit voor in de ploeg komt. Ja, dan gebeurt het ook hetzelfde. Maar je zag het ook gebeuren het was denk ik het derde doelpunt. Des ten opzichte van Poku. Ja, ze winnen die bal op de rechterkant. En Des begint met lopen. En staat in eerste instantie staat hij gelijk hoogte met Poku. Als je ziet met hoeveel ruimte hij uiteindelijk die bal kan afwerken. Hij loopt hem er gewoon uit. Dat is toch ook iets mentaals, Pieter? Dat kan toch niet alleen snelheid of fysieke inhoud zijn? Nou, ik denk ook fysiek. Want het is wel een fenomeen. Ik heb het eerder gezien in de Champions. Ik heb het ook eens met fysiologen over gehad in de Eredivisie. Specifiek Dest bedoel je dan? Nou, niet Dest, maar het Champions League effect. Als je teruggaat naar die eerste wedstrijd van PSV in de Champions League. Ja. 4-0 eraf tegen Arsenal. Wat zegt Peter Bos? Het verschil tussen Arsenal en ons was dat als ze er op een gegeven moment uitkomen, dan terugsprinten tot in de eigen 16. En als we er onderuit spelen, sprinten naar die eigen 16. En die intensiteit op kunnen brengen. Ja. Om uiteindelijk daar te zijn waar het gebeurt, in de strafschopgebieden, om daar op tijd te arriveren. Nou, als je dat afzet in opzicht van die laatste wedstrijd, was PSV daarin gegroeid. En dan zie je dus om mee te kunnen met het niveau van Arsenal, moet jij een hele hoge intensiteit halen. Haal je die intensiteit ook in de Eredivisie? Saibari is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. In die wedstrijd tegen Arsenal, zeg maar, op Champions League niveau is een normale intensiteit dat jij 30% van jouw meters aflegt op hoge intensiteit. Dus op een hoge snelheid. Ja. Van pakken beet
meer dan 20 kilometer per uur. Dus voor mij een sprint is voor een voetballer is dat normaal. Ja, Sarbari die zat in die wedstrijd tegen Arsenal midweeks richting de 35%. Nou, als je dat dus gaat leggen op AZ, die helemaal niet gewend zijn om op dat tempo te spelen, ja, dan dende je er gewoon keihard overheen. En ik denk dat je dat ziet gebeuren. Dat ook, ja. Dus, maar in hoeverre kijken die clubs ook naar elkaar, naar die data? Ja, je kunt wel gaan kijken naar de data, alleen je kunt het kan pas gaan veranderen als dit gebeurt. Want nu, dit is er eigenlijk gebeurd met AZ, wat bij PSV gebeurde in het begin van het seizoen tegen Arsenal. Je speelt tegen een team en ze denderen aan alle kanten over je heen, schieten al die ballen erin, 4-0 eraf. Ja, en dan kun je als trainer die beelden gaan terugkijken en zeggen, hey, ja, daar moeten we mee terug. En je creëert een urgentie. En die reality check heeft PSV heel vroeg in het seizoen al gehad tegen Arsenal. Om nog verder mee te gaan in die intensiteit. En daardoor kan PSV nu een fysiek level halen waarvan je gewoon ziet gebeuren op het veld. Dat dus AZ kan er niet mee wedijveren. En als AZ er niet kan, dan eigenlijk alle teams daaronder ook niet. En die blaas je eigenlijk zoveel tegenstanders gewoon Maar wat jij nu zegt, dat is iets wat Feyenoord vorig jaar continu deed. Tenminste, en dat zullen ze nog steeds doen, want Feyenoord is nog steeds een ploeg die het gewoon hartstikke goed. Feyenoord is eigenlijk beter dan vorig seizoen. Ja, precies. Ja. Dus dat verandert niet. Maar er lijkt wel geen maat te staan op PSV, in hoeverre, op alle vlakken. Want jij geeft aan van de intensiteit. Luc de Jong is ook het eerste wat hij zegt. Van joh, de intensiteit is zo hoog. Het enige wat we onszelf moeten verwijten is dat we niet gewoon met meer doelpuntverschil de rust in gaan. Want dat had zomaar 5-6-0 kunnen zijn. Dat klopt. Ja, je zag het ook al bijvoorbeeld bij die eerste goal, bij dat penalty moment. Ja. Dat heeft ook gewoon te maken met intensiteit. Op welk tempo maak jij jouw acties? Ja, die Müller Wulver, die krijgt die bal aan de linkerkant. En die denkt, ik kan wel eens even kijken. Terug, ga ik terug naar Martens Indy. Maar dan is Luc de Jong, die is al in sprintsnelheid richting die Martens Indy. Dus die weg naar achteren is eigenlijk weg. Bakayoko, die drukt naar voren. Til, die zorgt dat hij niet die bal... Die helemaal vanaf links komt. Ja, precies. Die zorgt ervoor dat die bal niet het middenveld ingespeeld kan worden. En dan kan op een gegeven moment, die Müller Wulver, die denkt, ik kan geen kant meer op. Kan altijd nog even terug naar de keeper. En dan Tilman, die linksbuiten is, die is al helemaal daar. En die gaat hem ook in volle sprintsnelheid daarop af. Dat maakt zeg maar dat Bakayoko die sprint maakt, dat Til die sprint maakt, dat Luc de Jong die sprint maakt en dat Tilman die sprint maakt. Dat bedoel ik, je creëert je eigen geluk. Als je allemaal op sprintsnelheid gaat, dan kan je op een gegeven moment die bal onderscheppen en dan krijg je daar de penalty. En dan zeg je, dat is wel weer gelukkig. Dat is ook bijvoorbeeld dat moment met Hilgers die rode kaart. Is gelukkig. Maar ook daar is het Lozano die wel volle bak gaat. En het verschil tussen, ze zeggen vaak bij Liverpool, als je dan vraagt aan hen van waar zit dat verschil in de pressing? Dan zegt Pepijn Leijns altijd, het is de laatste 20%. Iedereen die kan in druk zetten, in de buurt komen bij die tegenstander, maar ga je dan in die laatste paar meter, ga jij volle bak met de 100% overtuiging, ik ga die bal pakken? Of denk je, ik ben er nu en dan loop die kant. Ja, dat plichtmatige. Ik doe wat de trainer van me vraagt. Ja, precies. Ik loop wel op die bal, maar eigenlijk denk ik dat ik hem misschien niet ga. Als Tilman daar op 80% gaat, dan schiet Hobie Verhulst die bal weg en hebben we nu daar niet over. En Tilman, klopt, maar zelfs dan, Pieter, zou je nog denken, op het moment dat hij dus van de linkerkant over zou komen, dan zou je achteraf zeggen van hij heeft in ieder geval chaos gecreëerd en ze hebben de bal veroverd. Want dat is het. Je ziet wel continu chaos. Er is niet een moment dat AZ even rustig tot voetballen kan komen. Nee, dat klopt. En dat is dus wat PSV doet. Zowel in balbezit als zonder bal. Continu die dynamiek. Continu die beweging. Ja. En dan uiteindelijk, het is een soort loopband waar PSV dat tempo zo hoog zet, dat AZ probeert mee te gaan. En ze flikkeren er gewoon vanaf. En dat is wat je ziet gebeuren. Dus eigenlijk laat PSV iedereen van de loopband afdonderen. Daar komt het eigenlijk om neer. Omdat ze het tempo zo hoog houden. En ze kunnen het ook nog 90 minuten lang volhouden met die spelers die ook nog vanaf de bank komen. Ja, Lozano zat op de bank. Ja, die komt er uiteindelijk niet eens in. Ja, dat zegt ook al veel over dit PSV. Ja, absoluut. Laten we ook even kort AZ bespreken. 3 wissels voor rust. Zakdoekjes. De druk neemt wel echt toe op Jansen. De druk neemt toe. En tegelijkertijd. Ik vond de reactie van Bos trouwens, dat wil ik nog wel even zeggen, vond ik wel mooi. Ja, 100% eens ook daarmee. Kijk, Jansen heeft natuurlijk al het een en ander neergezet. Om dan nu... Kijk, AZ staat ongeveer waar je verwacht dat ze staan. En dat betekent niet dat ze alles
goed is gegaan. En ook in deze wedstrijd is zeker niet alles goed gegaan. En ook in de uitschakeling tegen Legia. Ja, daar valt best wel wat te verwijten. Want je hoeft niet te verliezen van dat team uit Bosnië. En je hoeft niet uitgeschakeld te worden tegen Legia. Alleen om meteen te zeggen, nou, we gooien hem eruit en er moet een nieuwe trainer komen. Ja, zo werkt het ook niet. Als we dat betreft weer terugpakken naar Arsenal. Ja, gaat PSV ook met 4-0 eraf. Dit is wel... Ja, wat ze natuurlijk in de winterstop kunnen gaan gebruiken bij AZ. Van, hey, we hebben nu gezien, als we dit niet leveren, op die intensiteit, op dit niveau, dan schieten we gewoon hier Het druk specifieke kwaliteiten op, Pieter. Want Bos geeft ook aan, die pers, ja, het is voor mij gunstig dat Reinders niet meedoet meer bij AZ. Natuurlijk. Ja, dus dat simpel geven. Niet bij, ja. Beukema is er niet bij. En hij had natuurlijk ook een centraal achterin, had Siriakos, Carlson. Ja, het is gewoon weer een half elftal wat is vertrokken. En ja, die stabiliteit, ja, die mis je een beetje bij AZ. Tegelijkertijd, tot deze wedstrijd, had AZ in de Eredivisie 6 tegendoelpunten gehad. Snap je? Dus ja, natuurlijk, je kunt kritiek hebben op Jans. En het ziet er misschien niet altijd even spectaculair uit. Alleen, je hebt nu wel gezien waarom dat is. AZ speelt vaker wat trager voetbal. Dus ook als je naar de statistieken kijkt, aantal passes per aanval zit enorm hoog. Het is eigenlijk een beetje traag balbezit. Maar dat heb je nu gezien in deze wedstrijd, omdat het zo is. Omdat als dat tempo hoger komt te liggen, dan kunnen die spelers van AZ, die kunnen daar eigenlijk niet in mee. Dit huidige elftal. Mm-hmm. Omdat, als je nou kijkt naar Dantas of je nou kijkt naar Klaasie, ja, die kunnen eigenlijk niet mee in dat lopen. Daar, Mihailovic, nummer 10... kan dat ook niet. Als je kijkt omschakelgedrag naar Poku, waar we het over hadden. Is een hele attractieve speler in jeugdcompetities. Maar ja, profvoetbal is niet alleen volle bak vooruit, maar ook volle bak achteruit. Nou, dat volle bak achteruit, ja, dat doet hij niet betrouwbaar 90 minuten lang op een hoog niveau. En hetzelfde geldt voor al die spelers op de linkerkant. Of dat ook voor Bommel is, of dat ook voor Brederode is. En dan is er één speler die was daar wel betrouwbaar, en stabiel lag dan, en die is geblesseerd. Nou, dat speelt gewoon wel allemaal mee met dat die prestaties dan op een gegeven moment wisselvalliger worden. En dan kun je een trainer gaan vervangen. Maar ja, ik denk ook dat het gewoon tijd nodig heeft nu bij AZ. En AZ is natuurlijk ook in de fase, want er komt natuurlijk een hele talentvolle richting komt eraan, die Youth League richting. Ja. Die spelen nu in de KKD. Die doen het daar in de KKD voor een jong team hartstikke goed. Maar tegelijkertijd, die staan niet bovenaan de KKD. Dus je kunt ook niet verwachten dat als je die spelers in de Eredivisie neerzet, dat je daarmee de prestaties haalt die je nu haalt. Dus je hebt veel een soort van noodverbanden. We zitten nu weer in de investeringsjaren, toch? Dus nu gaat het weer om investeren. Ik vind alleen wel van, ik denk wel dat je van supporters, laat maar zeggen, die 3-0 achter staan met rust, dat je niet de nuance hoeft te verwachten. Maar de andere kant is, weet je, met wat er de laatste jaren gepresteerd is, ik neem alleen de begroting ten opzichte van de prestatie. Ja, dan is het wel heel kort door de bocht om met zakdoekjes. Maar los daarvan, AZ moet dus in de komende periode jaren misschien wel echt weer gaan investeren en dan weer oogsten. Dat is eigenlijk de conclusie, toch? Ja. En niet meer, niet minder. Nee, ik zou hem ook niet. Ja, maar dat zullen ze bij AZ en de clubleiding ook niet doen. Die zijn er wel onbekend dat die blijven gewoon rustig. En die analyseren en die kijken door die prestatie heen. En ze zullen bij AZ gewoon in de winterstop gaan kijken van, wat moeten we verbeteren om wel weer op dit niveau te komen. En dat gaat hen denk ik ook wel helpen. Dat er, kijk, ze liggen uit Europa. Nou, dan ga je richting een schema van één wedstrijd in de week. Ja, dat wordt ook allemaal weer makkelijker. Want we hebben het vaak ook gehad over het onderzoek, rustdagen, et cetera. Ja, dat zie je natuurlijk ook nog eens terug. Ik hoorde het Bos ook zeggen. Ja, we hebben 2 rustdagen meer gehad. Ja, dat heeft ook een effect op deze wedstrijd. En PSV heeft het hele elftal geroteerd tegen Arsenal. Ja, AZ moest volle bak in Polen. En dan 3 dagen later deze wedstrijd tegen het team, wat ik net heb uitgelegd, die op Champions League niveau zit qua intensiteit. Ja, dan word je weggeblazen. Is ook verklaarbaar. Maakt het niet goed, maar het is wel verklaarbaar. En dan bij AZ moeten ze naar de oorzaken kijken en dat gaan oplossen. Maar dat kan ook met Jansen. Daar hoef je niet per se een trainer voor te ontslaan. Precies. Laten we Feyenoord en Ajax kort bespreken. Want we hebben natuurlijk straks ook het rondje Eredivisie met Martijn Krabbedam overigens. Ja. Feyenoord won eenvoudig. Laten we daarmee beginnen. Ja, dat vond ik weer een heel hoog niveau halen. En dat is het rare aan dit seizoen van Feyenoord. Als je ziet wat zij in de Eredivisie laten zien, is echt heel erg goed. Ja, maar grappig, hè? Door eigenlijk de prestatie van PSV lijkt het alsof Feyenoord in een mindere periode zit, maar dat is helemaal niet zo.
Nee, als je de concurrentie van vorig jaar had gehad, dan hadden we hier nu aan tafel gezeten. En dan hadden we gezegd, zo, nou fijn, ook dat Heracles blazen ze weg. En mooie goals. Ja, geweldige goals. Echt heel goed voetbal weer gespeeld. Je ziet dat Luka Ivanovic begint er een beetje doorheen te komen op die linkerflank. Dus ja, er zitten heel veel dingen waar je heel positief over kan zijn bij Feyenoord. Alleen, ja, ze hebben een concurrent die letterlijk alles wint. Waardoor er een kloof is. En tegelijkertijd, ze staan nu op een positie omdat Twente heeft punten verspeeld. AZ heeft punten verspeeld. Dat ze waarschijnlijk weer Champions League gaan halen. Ja, dat is toch een silver float die gaat binnenvaren. Die hebben eigenlijk natuurlijk ook best knap gedaan bij Feyenoord. Als je daar ook weer ziet, Kuxio is vertrokken, Idrissi is vertrokken. Dus natuurlijk wel het een en ander is er weggevallen van het kampioensteam van vorig jaar. Ja, als je ziet hoe Timber die vacature heeft opgepakt, die ontstaan is. Ja, was wel even zoeken nog naar het middenveld aan het begin. En nu zie je wel dat het puzzeltje wel echt... Ja. Of Stengs, toen die kwam, hadden denk ik ook veel mensen daar vragen tegen. Oh, haalt hij wel rendement, et cetera, et cetera. Nou ja, die zie je dat leveren. Nou, op rechts en op links buiten, ja, daar zitten nog de grootste vraagstukken. Maar de rest van dat elftal, ja, dat tikt al zijn klok. Alleen, ja, in het begin van het seizoen, die twee remises, ja, daar lopen ze het hele seizoen al achteraan. Dat begint... je vecht tegen jezelf. Alleen als je gewoon kijkt, ja, voor de rest, iedere statistische indicator is Feyenoord op dit moment beter dan op hetzelfde moment vorig seizoen. En hetzelfde moment vorig seizoen, zaten we nu in de WK, maar was Feyenoord koploper en was het allemaal Hosanna. En nu omdat PSV zo goed is. En dat was een cruciale periode voor Feyenoord, want toen viel op een gegeven moment echt de basis. Viel een beetje samen met Giménez, met Wiever. Dat was in deze periode toch, dat hij daar de basis voor heeft gelegd? Ja, toen werd inderdaad heel erg getraind. Nou, zoveel tijd is er nu niet om te trainen. Maar zoveel hoeft er ook niet getraind te worden. Want ik denk dat het niveau bij Feyenoord gewoon heel erg hoog is. En dat je gewoon ziet dat Feyenoord en PSV met kop en schouders boven de rest van de Eredivisie uitsteken. Alleen ja... Ja, die concurrent wint alles. En dan sta je op een grote achterstand. Maar dat betekent niet dat Feyenoord slecht is. En dat hebben we ook alweer gezien tegen Heracles. Nee. Maar goed, het is duidelijk. Plek 1 en 2, die zijn vergeven voor dit seizoen. Die conclusie kunnen we langzaamaan trekken. Dan gaat het om plek 3. Twente verspeelpunten, AZ verspeelpunten. Ajax, zonder John van Schip. Nou, met de fase waarin ze zaten, denk ik van, die kan rustig op vakantie. Dat moet wel goed komen. En dan is daar ineens een omhaal van 10. Ja, we zaten hier vorige week natuurlijk ook. Ook over Ajax. En toen... hadden we het ook al over en ik dacht dat het misschien tegen Ajax al fout kon gaan. Omdat je gewoon ziet dat het defensief heel kwetsbaar is. En dat zag je nu ook weer gebeuren. Ja, als je 2-0 voorsprong thuis tegen PEC niet over de streep kan trekken. Ja, dan zegt dat wel veel over een ploeg, over een elftal. Namelijk dat het kwetsbaar is. En als je gewoon gaat kijken naar die wedstrijd, ook al voordat die doelpunten vallen. Ja, je ziet nog steeds de gekste dingen gebeuren bij Ajax. Maar dat heeft ook te maken met waar leg je... als trainer, maar ook als club op een gegeven moment de lat. En daar zie je toch dingen gebeuren waarvan ik denk... die lat wordt bij Ajax niet op een niveau gelegd... waar die bij Feyenoord en PSV ligt. Want het gaat natuurlijk al snel weer over kwaliteit van die spelers. Dat is een factor. En tegelijkertijd, Steven Berghuis, daar zal niemand van zeggen... dit is geen Ajax-niveau. Maar ik zie ook Steven Berghuis in deze wedstrijd. Dan heb ik het niet over die misser naar een moment wat eigenlijk al... afgevloeid, ook als hij wel had binnengeschoten, op het doelpunt niet geteld. Ja, maar waar ik meer aan wilde nemen. Ja, maar waar ik me meer over verbaas is dat je zo 10 momenten kan pakken in die wedstrijd waar, als je praat over omschakelgedrag, rennen, waar we het over hadden bij PSV, helemaal in het begin, als je die lat op Ajax legt, dan zie je heel veel spelers bij Ajax, ook al in de eerste helft heb je op een gegeven moment een moment kans voor PEC, en dan loopt gewoon iemand uit de rug van Tahirovic, die stopt met lopen, Berghuis, die stopt ook om de havenklap, stopt hij met lopen, Brobbey vertoont vaak dat soort gedrag. Dat is allemaal gedrag. Dus, dat is uiteindelijk, wat mij betreft, ook heel erg coaching en training. Ik denk niet dat... als je zeg maar dat moment pakt... PSV op voorsprong tegen Feyenoord in de Kuip... dat Dest op een gegeven moment niet omschakelt. Ja, die wordt totaal verrot gescholden door Bos. Maar PSV wordt het gewoon niet
geaccepteerd. Als jij dat op een gegeven moment niet levert en jij en je man dan lopen. Ik kan ook allemaal de moment nog herinneren dat Veerman een doelpunt heeft gemaakt tegen Twente. En dat Bos nog even grappen tegen hem zegt van, hey, waarom stond je daar eigenlijk? Oh ja, je had niet zo goed omgeschakeld naar achteren. Ja, dat is bepaald voetbalgedrag, continu coachen. En als ik naar dit Ajax kijk, krijg ik nog steeds niet de indruk dat dat gebeurt. Is het dan eigenlijk heel passend dat PSV en Feyenoord zich gedragen op Champions League niveau en dat AZ en Ajax zich op Conference League niveau gedragen? Om het dan maar even zo plat te slaan? Als je het plat slaat, dan zou je het op die manier kunnen stellen. Ik weet niet of het 100% ook zeg maar bij AZ dat je het in de coaching kan zoeken op die manier. Maar zeker ook bij Ajax, omdat het bij AZ, zoals het nu fout ging, is niet eerder gebeurd. Want ik zeg, het hele seizoen 6 doelpunten tegen in de Eredivisie. En nu krijgen ze de 4 in 1 wedstrijd. Dat is niet structureel. Maar bij Ajax zie je wel die kwetsbaarheid. Je hebt in dit hele kalenderjaar meer dan 50 tegendoelpunten gehad. Ja, daar zit wel een structureel element in. En dat zit ook in, los van restverdediging waar het vaak over gaat. Ook gewoon in loop. Als je die 2-2 bekijkt, dan gaat natuurlijk veel over die handsbal, niet handsbal. Wat zijn nou de regels? Maar als Marta, die daar linksback is, die haalt eerst die voorzet er al niet uit. En daarna blijft hij gewoon staan in plaats van dat hij 2 meter naar voren loopt met de rest van de lijn en dan heeft hij buitenspel op. En dan hebben we het helemaal niet meer over dat moment. Heeft eigenlijk gewoon 3 punten. Dan ga je met een ander gevoel zeg maar richting... Maar dit is ook een moment waar je invloed op hebt als trainer. Ja. En dat soort dingen, dat zie je toch nog wel heel erg vaak gebeuren bij dit Ajax. En voor een deel is natuurlijk ook een kwaliteit van de speler dat jij die acties op een hoge intensiteit 90 minuten kan vol houden. Maar dat heeft ook te maken met kwaliteit van de coaching. Dat spelers daarop worden aangesproken als dat niet gebeurt. Je weet niet wat daar gebeurt intern bij Ajax. Het enige wat je kan constateren is dat op het veld dat je een heleboel spelers ziet die voetbalacties niet maken. Die acties maken iedere keer op 80%. Waar we het helemaal over het begin over hadden bij PSV. Ja, dat is iedere keer 100% volle bak, dynamiek. Dat zie je bij Ajax niet. En met name niet in het gedeelte zonder bal. Van Schip heeft ook al natuurlijk iets gezegd over de fysieke voorwaarden. Dat die beperkt aanwezig waren om op die intensiteit te spelen. Dat zie je dan ook weer terug tegen PEC. Ze hebben niet zo lang in de winterstop bij Ajax. Maar ik denk wel dat op dat vlak dat er iets moet gaan gebeuren. Want als je ziet hoe groot dat verschil is qua niveau tussen Feyenoord, PSV en wat Ajax op de mat legt. Dat is bijna schrikbarend. Ja, duidelijk. Dan gaan we heel kort het buitenlands voetbal. Want om 1 uur gaan we live overigens. Nadat bekend is tegen wie PSV speelt in de Champions League. Dus nogmaals, de Champions League loting wordt ook meegenomen in de live uitzending van Matthijs Vechter en Soleiman Öztürk. Liverpool United, heb je bekeken. Ja. Wat wil jij van Soleiman weten? Wat wil ik van Soleiman weten? Is dit iets waar Erik ten Hag zich nou wel of niet aan kan vasthouden? Want het wordt natuurlijk 0-0. Scorebordjournalistiek dan valt het mee. Maar tegelijkertijd als ik naar die wedstrijd kijk, dan denk ik, ai. Er is heel weinig. Ze hebben gewoon een soort van bus geparkeerd, afgewacht. Geluk gehad dat Liverpool die kansen niet afmaakte. Onana die keept een goede wedstrijd, maar... kun je daar nou op voortbouwen of niet? Daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar hoe Soleiman daarnaar gaat. Het is wel grappig hoe je dat zegt, want ik was zelf met Soleiman bij Leverkusen. Leverkusen tegen Frankfurt in dit geval. Ik zag de uitslag en ik dacht ook van, dit kan hem voorlopig weer even redden. Dat is wel het gevoel wat bij mij direct omhoog kwam. Kijk, het resultaat is natuurlijk goed. Alleen daar ook, als je kijkt naar het proces. Dan was ik veel meer onder de indruk van Liverpool dan dat ik van United was in die wedstrijd. Kijk, het idee was er ook wel een beetje dat Ten Hag daar binnenkwam. En hij zei, ik wil er niet een Ajax van maken. Maar je zou toch wel mogen hopen dat in een uitwedstrijd, hij is daar ook al meer dan een jaar bezig. En natuurlijk zijn er een hele hoop blessures, maar dat je dan ook een keertje onder de druk van, Liverpool uitkomt. En dat heb je in deze wedstrijd eigenlijk helemaal niet gezien. En alsnog... Ook in 93, 94 minuten komt United op een gegeven moment nog door op de linkervlak. Ja. Wordt de voorzet gegeven. Als die bal wordt binnengevrommeld, winnen ze misschien die wedstrijd nog. Alleen, over 90 minuten gezien vond ik het wel heel mager qua veldspel wat United heeft laten zien. Alleen in deze situatie waar ze nu zitten, kun je ook niet meer van United verwachten. Alleen, of je dan vanuit hier
nou ja, weer kan gaan bouwen. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe Sulema daarnaar kijkt. Ja, ik ga Sulema een andere vraag stellen. Die heeft ook wel een beetje met jou te maken. Want Sulema gaat graag in het hoofd van een ander, kijkt hij. En de vraag is eigenlijk, we gaan met jou de top 5 trainers van Europa gaan bespreken. Jij hebt een top 5 mm-hmm. gemaakt. Die gaan we nog niet prijsgeven. Ik wil dit van Sulema, kalenderjaar, hè? Dit kalenderjaar, ja. Absoluut. Is later te zien tussen kerst en oud en nieuw. Ik wil van Sulema weten of Xabi Alonso in jouw top 5 staat. Of dat zo is of niet. En ik wil dat Suleiman gaat raden wie jouw nummer 1 is. Dat vind ik leuk. Ja, toch? Ja. Ik ben benieuwd of hij in de buurt komt. Ja, en als mensen nou dit luisteren en denken, goh, Xabi Alonso, hij doet het inderdaad goed bij Leverkusen. Ik weet met welke trainers hij gewerkt heeft. Hoe speelt dat team nou eigenlijk? Op VE Pro staat een uitgebreide analyse, dus dan kunnen mensen dat lezen. We gaan de link delen in de beschrijving. Ja. Pieter, dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken of het luisteren. En tot de volgende. Doei!